Vandaag hadden we te maken met vrij veel bewolking over ons land, maar nu en dan wielen er wel wat gaten in, vooral in het zuidwesten en langs de oostgrens. Nou, vanavond en vannacht dan gaat het uiteindelijk op de meeste plaatsen steeds meer opklaren. Dat gebeurt dan vanuit het oosten, dat komt door de drogere lucht binnenstroomt. Onder de bewolking koelt het alleen nog niet zoveel af, dus ook vanavond blijft het nog vrij zacht. Vannacht gaan de temperaturen dan echt onderuit. Langs de oostgrens komt de temperatuur uiteindelijk zo rond het vriespunt uit. Daar kan dan ook een mistbank ontstaan. In het westen van het land wordt het dan niet heel veel kouder dan een graad of drie. Morgen is het dan vrij zonnig, er trekken velden met sluierwolken over het land. Het blijft droog en ook de temperaturen lopen weer flink op. Naar zo'n 11 tot plaatselijk 14 graden, daarbij niet al te veel wind. In de dagen daarna dan is het eigenlijk ronduit zonnig, maar ook zeer zacht voor de tijd van het jaar. Met op zondag op de warmste plaatsen 15 graden. En na het weekend zelfs 15 tot lokaal 18 graden. En dat is alweer in de buurt van recordwaarde. Ook woensdag wordt nog zeer zacht. Vanaf donderdag wordt het wat wisselvalliger. Ik ben Wilfred Jansen voor weerplaza.nl.